de Bohunks. Ze zijn nog immer door en door overtuigde akoestici. 9 saxofoons op een rij. Hell's Bells. Nu de Bohunks. Allemaal saxofoons, allemaal op een rij. Ze houden van akoestische muziek. Heel zacht spelen en heel groot spelen. Dit is hun laatste cd en dat heet Contrast. Gaat u luisteren naar de Bohunks. Thank you.
waren de Bohunks met Frisco Fog, Mist in San Francisco. En het wordt door Raymond Scott, en wie dat is, wordt zo meteen door Robert Veen, een van de leden van de Bohunks, uitgelegd als descriptive jazz genoemd. Waar hebben wij naar geluisterd? Wat is het voor muziek? Waar komt die vandaan? En waarom zijn jullie er zo, want jullie met z'n allen, er zo door geobsedeerd? Eerst te beginnen bij de stukjes. We begonnen met Hell's Bells en daarna dus inderdaad Frisco Fog. Het zijn twee stukken die uit het repertoire stammen van het Big Band, orkest van Jimmy Lunsford. Je kunt dat situeren in het midden van de jaren 30, de opnames van deze twee stukken. Ze doen erg veel denken aan Raymond Scott-achtig materiaal. Dat is ook de reden dat we het hebben gearrangeerd of georchestreerd voor negen saxofoons. Ja. Mm-hmm. Het doet erg veel denken aan het materiaal van Raymond Scott, wat we in het verleden met de Bohunks hebben opgenomen. Die descriptive jazz-term komt een beetje uit het... Heel veel van die Raymond Scott-stukken die hebben een soort van een hoge clip-karakter. Het is net of je een filmpje voorbij ziet trekken. Mm-hmm. Heel erg beschrijvend in de muziek zelf. Dus dit is uiteindelijk in het repertoire van het Soctet terechtgekomen. Het is hele levendige muziek, hè? Er gebeurt van alles. Ja. En, speelplezier spat er vanaf. Ja, liever wel. Ik heb begrepen dat jij ook in persoon die muziek echt letterlijk uit Amerika, uit een of ander instituut haalt. Hè? Ja, jaren geleden waren we al bezig met een goede kennis van me, Eddie Detemeyer. Die was bezig om een boek te schrijven over Jimmy Lunsford. Het is waarschijnlijk begin volgend jaar is het klaar en wordt het uitgegeven. Hij belde me toen op met de vraag van: Gos, kun je niet wat transcriptietjes maken voor in dat boek? Nou ja, God, ligt dat boek dan niet ergens? Dat is dan altijd, dat wil je natuurlijk graag zien, want met de Bohunks zijn... Dat boek van Lunsford. Het orkestboek van Lunsford, alle orkestpartijen of een paar stukken daarvan. Ben je natuurlijk, ik denk dat er 5 tot 8 jaar overheen zijn gegaan toen plotseling, om een lang verhaal kort te maken, Walter van der Leur, die zijn onderzoekingen naar Ellington en Billy Strayhorn in Amerika in de Smithsonian had gedaan. Die heeft daar volgens mij misschien wel een paar jaar gewoond. En uiteindelijk mocht hij als buitenstaander toch het archief in. Dat mag normaal niet. Normaal kun je alleen maar het archief in. Je kunt vragen welke doos of er naar buiten mag. En dan mag je die ene doos, mag je dan met handschoentjes aan, mag je elke bladzijde omslaan, bespied door 20 camera's. Uiteindelijk mocht hij het archief in. En dat was eigenlijk de ontdekking van het Jimmy Lunsford boek. Want in de planken naast Ellington, toen hij Ellington uit had, ging hij kijken wat ernaast op de plank stond. En toen bleek dat daar een nalatenschap van Frank Driggs, een bekende jazzmuzikant, tuba-speler, bassist, die ook erg veel foto's heeft gemaakt, werd teruggevonden. En in die nalatenschap van Frank Driggs zat een nalatenschap van Edwin Wilcox. En dat was weer van het begin tot eind de pianist van Jimmy Lunsford Orkest. En daar zat dus gewoon alle orkestpartijtjes die nog over waren, die lagen daar dus. En jij kreeg die in handen? Wij zijn er naartoe gegaan en we hebben dat bestudeerd. We hebben alles gekopieerd wat belangwekkend was. We hebben mee naar huis genomen. Hier en daar wat gerestaureerd. En op eigen titel heb ik daar een orkest van samengesteld. En daar zijn we ook mee bezig op het ogenblik. En die fascinatie. Want ja. Wat maakt deze muziek voor jou nou zodat je daar zo intensief mee bezig bent? Ja, het is gaandeweg. Hè? Op een gegeven moment, je studeert natuurlijk muziek. Kijk, die fascinatie is er natuurlijk altijd al vanaf het ogenblik dat je een instrument gaat spelen. Dat kan niet anders. Ik bedoel, zolang je maar terug kunt blijven, met ontroering terug kunt blijven denken aan de eerste opnames waardoor je bent gaan spelen, dan ben je gezond met muziek bezig, denk ik. Wat was dat bij jou? Oh, van alles. Ik ben mij thuis met de Django Reinhardt gedraaid. Ik hoorde Ellington al heel vroeg en Louis Armstrong. Ik denk Louis Armstrong met Oscar Peters en kwartetopnames en zo. Dus dan is er al een zaadje geplant natuurlijk. Dat is het eerste. Daarna ga je studeren en dan kom je toch met een heleboel andere muzieksoorten raak je bezig. En je bent natuurlijk gefascineerd. In mijn tijd, als je jazzmuziek studeerde, dan was het toch voornamelijk bebop en daarna. En werd alles wat daarvoor toch heel vaak betiteld als Dixieland. En dat doe je alleen maar op bruiloften en partijen. Beetje inferieur. Ja, misschien wel. Er werd toch een beetje op neergekeken. Maar ja, als je dan zo gaandeweg met muziek bezig bent, dan ontdek je toch in de eerste plaats dat je als je iets ouderwetsere en iets romantischer muziek speelt, dat je gewoon veel meer speelmogelijkheden hebt. En uiteindelijk ben je gewoon al blij als je met fantastische muzikanten kunt spelen. Want dit zijn allemaal fantastische muzikanten. Ik heb jullie aangekondigd als een soort ultieme akoestici. Ja, nou, het hoort erbij. Hè. Het is het feit dat je akoestisch muziek maakt. Ik heb het
Versterkt spelen ervaar ik altijd als een foto van muziek. Het heeft maar twee dimensies. Maar als je erin zit, en dat geldt dus ook voor het publiek, als het publiek in de muziek zit, die akoestisch ten gehoor wordt gebracht, je hebt veel meer dynamische mogelijkheden. Je bent niet overgeleverd aan een geluidstechnicus die vindt dat de piano te zacht is. Of je hebt meer zeggenschap over dynamiek. Ja, je maakt gewoon meer muziek. Mm-hmm. Dat is ook de manier van spelen. Dat heeft er natuurlijk, uiteindelijk heeft dat ermee te maken. Je moet er heel echt zacht kunnen spelen. Je moet heel zacht kunnen spelen. Ah. En als je heel zacht speelt, dan lijkt hard ook vreselijk hard. Mm-hmm. Terwijl als je keihard speelt de hele avond, dan wordt het ervaren als een heel dun klankkleurtje eigenlijk. Mm. Als je speelt, je kunt natuurlijk op verschillende manieren met zo'n instrument omgaan. Hè? Ja, natuurlijk. Ja. Laat eens wat horen. Je hebt toch toevallig hier. Ik heb toevallig een klarinet. Ja. Even over de tafel. Wat in deze muziek dan heel erg belangrijk is, dat de beweging in het geluid zit. Hè? Over het algemeen, als iemand de klassieke klarinet les krijgt, dan is de klassieke klank ideaal, dat het heel erg onbewegelijk bijna is. Je kijkt er zelfs een beetje dood bij. Sorry. Als bij ons in de jaren 20 krijg je een heleboel klankkleurtjes. Misschien ook wel onder invloed van kletsmuziek. En het komt van alles samen in die lichte muziek in Amerika in het begin van de vorige eeuw. Ook allemaal die bevolkingsgroepen die daar allemaal samenkomen in een soort melting pot. Er gebeurt zoveel. En dan de opname, de mogelijkheid dat dus muziek wordt opgenomen, beluisterd kan worden. Dus de hele ontwikkeling van muziek is natuurlijk de vorige eeuw gigantisch in een gigantische stroomversnelling geraakt. Dat is ook een van de redenen dat wij al dat maar weer terug willen naar bepaalde muziekjes die je vandaag de dag nooit meer hoort. Want zolang muziek niet gespeeld was, is het dood. Maar zodra je het gaat spelen en je probeert daar weer leven in te blazen, dan heb je plotseling weer levende muziek. Ja. Nou, ik merk het hier al in de zaal, in het kleine zaaltje, de mensen, weinige mensen, die hebben echt iets van, hé, wat is dit voor muziek? Is dat ook jullie ervaring als jullie spelen? Ja, je gaat natuurlijk niet zeggen, nee, helemaal niet, want iedereen loopt weg. Dat zal ik ook niet doen. Nee, maar de verrassing blijft ook altijd. Dat, zeker als je onbekend materiaal, wat nooit is uitgebracht, weer gaat spelen, dan heb je plotseling nieuwe muziek. Ja. Dat is helemaal geen oude muziek meer. Dan leeft hij weer. Ja, het leeft gewoon. Je had het over die kletsmoor, of die wat meer. Ja, je hebt wat je dan met klankkleur kunt doen. Op een gegeven ogenblik is er een manier van spelen ontstaan waardoor je sub mag spelen op een klarinet. Dan wordt het geluid iets warmer, maar een stuk zachter. En daar hoort dan ook weer een vibraat bij. Dat mag dan plotseling. En dat is een manier van spelen waardoor vibrator die muziek ook wat warmer wordt. Hè? Dus je mag bewegen op een klarinet. Aha. Dus dan gaat het ook helemaal. En je mag natuurlijk. Je mag natuurlijk met glissando spelen en dergelijke. Gershwin, dat soort dingen. Robert, het is toch heel bijzonder dat jij en anderen vanuit Nederland naar Amerika gaan, naar dat Smithsonian onder andere, om daar onderzoek te doen naar de Amerikaanse cultuur uit die jaren. Doen Amerikanen dat zelf ook nog? Ze zullen het wel doen, maar over het algemeen is het toch het idee, je ziet er weinig van en wij schijnen het dan te moeten doen. De Amerikanen kopen de cd's graag, dus op die manier komt het toch weer bij ze terug. Dus ze nemen graag kennis van wat wij hebben gedaan. Een beetje ontwikkelingswerk eigenlijk, die kant op. Dit is een opwindende akoestische cd van de Bohunks. Jullie gaan nog één nummer daarvan spelen. Dat is eigenlijk Nederlandse cultuur van Jaap Valkhof. Hier is die. En dat stuk, heb jij dat gearrangeerd? Ronald Jansen Heidmeijer heeft dat gearrangeerd. En hij heeft dezelfde aanpak gebruikt als bij die Paul Whiteman saxofoon sexy het geval is geweest in de arrangementen van Nathan Van Cleef. Jullie gaan het spelen. Denk je nog aan die tijd, heet het. De toekomst. Wat doen jullie nou verder met zo'n project? Gaan jullie heel veel in het land spelen? We proberen zoveel mogelijk. Er ligt weer een hele nieuwe cd op de planken. Want we hebben gigantisch veel materiaal uit Amerika, uit de archieven weer gevonden. Ondertussen loopt ook mijn eigen project met de muziek van Jimmy Lunsford. Mm-hmm. En we blijven jullie bezig. Willen dus spelen. De prijsvraag. Wilt u een cd winnen, dan moet u het vraag beantwoorden. Welke twee stomme filmhelden hebben te maken met de naam Bohunks? Vrijegeluiden@vpro.nl. Dan maakt u kans op deze cd. Mag ik je vragen om daar weer plaats te nemen op je stoel daar in het orkest? Gaat u luisteren naar de Bohunks. Ze gaan spelen een compositie van Jaap Valkhof. Denk je nog aan dien tijd?
Oh.